zeg. Dames en heren, welkom. We gaan vandaag, wat gaan we eigenlijk doen? We gaan de mongen spelen met heel veel streamers. Oh ja, er zijn heel veel YouTubers en Ryan en is er ook. Dus nu heb je een reden te kijken. Barb, kinderen, Ryan! Wordt leuk, wordt lachen. Lekker naar Rotterdam. 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 Hey! Word je toch niet doodgevonden? Er wordt niet gevonden worden, jongen. Als Amsterdammers, waar wordt niet gevonden worden in Rotterdam? Zeg geen Rotterdam, zeg. Nee, het is echt alles half. Rotterdam, zeg. Hier krijg je even een mooi shot, weet je wel, van de weg. Kijk. Welkom bij de Road to Boete. Ja. We gaan vandaag een boete halen. Vandaag gaan we zo hoog mogelijk een boete halen en punt betalen. Dat zijn we. Kijk de advertenties, want dan kunnen we de boete betalen. Woehoe. Nou, lekker zeg. Tot zometeen. Kijk, motherfucking Blijdorp. Blij, daar word ik blij van. U bent op uw bestemming aangekomen. Ben je nou een dab? Huts. Zijn nou huts? Ik dacht je zo'n hippe normaal content creator was. Okay. Nice, wij gaan nog met het OV, want je zou denken met de auto zijn we super hip. Nee, we gaan met het OV. Ja, dat is nog met het OV. Super nice. Oh ja, volgens mij is het nog steeds niet helemaal duidelijk wat we nou gaan doen. Iets met een livestream waar we voor zijn uitgenodigd. Super leuk, zijn gewoon andere streamers, creators en daarom denk ik vlog content. Top. Ik word hierna nooit meer voor dit soort shit uitgenodigd. Goed. Zo, wat is Nijmegen mooi. Goed plassen. Hey, nice. Ik niet. We zijn er bijna ofzo. Hebben we inmiddels al een idee wat we gaan doen? Among Us spelen en plassen. Oh ja, natuurlijk. Oh, ik heb ook nu niet om contentbenzine te krijgen. Dus nu moet ik Wolter gebruiken. Hi! Ah. Top. Wolter, ze zijn er een TikTok aan het opnemen. Ik schaam me voor onze generatie. Dance for me, dance for me. Oh. Ik weet niet wat ik hiermee moet. Ryan, het ruikt in naar gamerszweet. Kom de Larsie. Kom de Larsie. Ik ben echt Larsie. Het is een tijd om Lars, je hebt één moment om shine te pakken. Als Ryan niet als eerste dood is, is die dood. Oh ja, wacht. Speel Among Us, hè. Speel Among Us. Misschien kunnen we beter gewoon My Little Pony Playhouse 75 spelen. Yo, daar kom ik voor. Ik heb zoveel mensen die nog niet gezien, by the way. Wie zijn al deze gamers? Zoveel mensen hebben jou ook niet gezien, Ryan. Niemand heeft mij gezien. Hoe cool zou het zijn als ik onzichtbaar zou zijn? Mensen zeiden dat jij te weinig in de vorige vlog was. Te weinig? Ja. Al met die skivlog. Ja, klopt. Je was ik bijna niet in de vlog. Dat komt omdat ik zo vaak ben gevallen dat ik gewoon niet op beeld echt kom. Dus dames en heren, 100 likes en Anouk gaat weer vallen. Nice. Ik vond net dat Larsie een beetje had gefaald. Jij hebt nu één moment om even je shine te pakken. Een stoel. Gebruik je om te zitten. Ik gebruik hem voor andere dingen. George is weer aan het streamen. Blijf nog steeds aan het streamen. Dit is alles wat je ervoor doet, toch? Je wilt er gewoon alleen maar streamers op zo'n moment. Nou, eigenlijk niet. Nou, stel je eens voor, want mensen weten eigenlijk helemaal niet bij je bed volgens mij. Mijn naam is George Farner. Of... Hallo, Tom. Hallo, wow, hey. Gadverdamme. What the fuck? Laat mijn camera met rust. Dennis, vertel eens even iets leuks, want de mensen zijn aan het wegklikken. Wisten jullie dat de Jan van Gent de grootste zeevogel van het Noordzeegebied is? Wist je dat rookworst zonder R ook worst is? Wisten jullie dat rookworst zonder R ook worst is? Nee, dat wist ik niet. Wist je dat smeerkaas zonder S smeerkaas is? Nee, dat wist ik ook niet. Maar eigenlijk is rookworst zonder R rookwost. Dat zeggen alleen mensen die zeg maar de grap niet kunnen waarderen. Die denken van, nee, het is helemaal geen meerkaas. Je verneukt de grap. Laat mij even grap. Het is een kutgrap, Puk. Kijk, dit is hoe Among Us eruit ziet. Dit is zeg maar hoe echte gamers gamen. Hallo, daar is Demi. Ik ga dit zo hard verneuken. Anouk zit weer chips te eten. Mm-hmm. Doe even iets leuks. De vlog is nog niet leuk genoeg. Oh kut, ik schrik voor jou. Is dat leuk genoeg? Dat was niet leuk, dat vond ik een beetje raar zelfs. Dat vond ik ook gewoon een beetje gay. Ik bedoel, ik weet dat ik veel memes maak in mijn video, maar dit gaat wel erg ver. Het spijt me. Dames en heren, vandaag gaan wij broodje Unox saus gaan wij reviewen. Nooit gehad. Als je echt op het verkeerde moment binnen. Ja, klopt. Hallo Tom. Kunnen jullie even abonneren? Ja. We hebben net een muis gespot. We gaan nu kijken. Waar is de muis? Zit er een muis? Geef me content, muis. Holy fuck, hij is weg. We zijn vies hard geprankt. Bijna. Bij 200 likes zien jullie de muis. Hallo Wolter. Schrik al. Ja, holy shit. Dat was ook zeg maar de bedoeling. Hoe gaan je potjes? Ja, best wel prima. Nee, nu niet. Ik vind Among Us gewoon niet zo leuk. Wat doe je hier dan? Voor gezelligheid wel leuk. Gratis bier hoorde ik. Ja, ik moet alleen rijden nog. Oh, shit. Oh, hey, kijk, daar is een Larsie. We gaan voor dat broodtrommeltje, jongen. Broodtrommel? Kan je iets winnen? Broodtrommeltje en een knuffel winnen. Dus het ging ook weer echt helemaal nergens over. Welkom bij de video waar ik zeer ongeduldig ben en Wolter op een tafel zit. Als je content wil, moet je hem van de tafel afduwen. Nee. Ja, het staat ook onstream. Nou, ja. Dit is echt content, jongen. Echt. Ja. Zeg even iets meme-baars. Ik wil kaart. Eerste indruk. Die Rome. Zaat. Cappuccino. Heerlijk. Mooi. Buiten de camera is Wolter exact hetzelfde. Dat is wel echt zo, inderdaad. Dan kijken ze die denken allemaal wie ze rol is. Mensen, ik weet ook niet. Ik weet ook niet wie ik ben. Ik ben mezelf niet al die jaren nooit geweest. Ben je de schoenmaker? Ik ben de schoenmaker. Ik kijk alleen naar g-student. Dat is het enige wat ik doe. Al die kinderen die nu gaan googlen wat g-student is. Maar Ryan, jij bent toch een treinmeisje, of niet? Wat ben ik? Een treinmeisje. Het is een trein. Dat zijn meisjes in de trein die een g-laat zien. Waarom vind je dit echt zo grappig? Je schiet me gewoon in de lach. Gewoon alleen op omdat bord. Ik een heel naar gevoel heb van wat het gaat zijn. Het komt uit Wolters mond, dus dan kan het sowieso al niet goed zijn. Kijk.
Vind ik weet wat het is. Ik volg het niet. Een man met respect voor vrouwen. In tegenstelling tot Wolter. Wolter haat vrouwen. Echt niet. Mijn vriendin is een vrouw. Ik haat mijn vriendin. Hallo Romy. Groetjes. Geen bier, maar karnemel. Mensen vragen wel eens aan me van, is dit nou zeg maar wat je doet in je vrije tijd? Ja. Ryan, ben je aan het leren voor je toets? Ja, 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 ja. Waar gaat dit allemaal over? Het is een scherm. Je weet dat het laat is als zelfs Ryan zijn energie verliest. Wolter, maak content ja, maar voor me. Ja, kan zelf zo. Oh ja. Kan wel. Oh, what the fuck? Dan dicht je ook echt allemaal stilstaan. Bek houden! Het is een open dag van het Rograafisch Lyceum. Dit is vleugel A. In de hoekje. Wolter heeft een nieuwe baan gekregen. Veiliging over streamer. Nee, maat, je bent... Oh, nee, kan iemand die hand Ryan net weghalen alsjeblieft? Ryan, ren. Kom, veiliging aan. Ren, 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 ren. Ik kan echt alles op dit moment. Ik ook wel. Jongen, ik ben tot op het punt gekomen dat ik zelfs olijven zou eten. Wie de fuck houdt er nou van olijven? Niemand houdt er van olijven. Ik heb laatst weer een keer een olijf geprobeerd. Want eens in de zoveel jaar moet je het toch weer proberen. Maar het was alsnog walgelijk. Olijven zijn gewoon niet lekker. Ik hou van... Molly Jans. Ik heb het verneukt. Nee, nee, ik heb het niet verneukt. Ja, het is anders dat je niet bewogen. Dames en heren, jullie zien hier de eerste streamerruzie tussen hem, Ryan Ant en niet Wolter Kroes. Wat vind je nou van Ryan? Echt een loser. Ryan, wat vind je nou echt van Wolter? Ik vind dat hij haar heeft. Valt wel mee, hoor. Hey, we gaan bij de enkeltje naar Istanbul. Nou, haartransplantaties hier. Can you do these? Verder, 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 verder. Hallo Wolter, oh, wat zit erop? Ik heb verloren. Ik ben ook niet verloren, maar ik heb ook niet gewonnen. Nee. Het is gewoon net kut. Emotionele dingen. Kut. Ik weet niet hoe ik het heb gedaan, maar voor zo'n reason ben ik 50 geworden of zo. Ik vind fijn dat het scherm stelt. Lekker zeg. Hoe de fuck ben ik 50 geworden? What the fuck? Ik heb geen flauw idee hoe dat kan, maar oké. Okay. Dames en heren, de bal laat ze niet vallen. Abonneer nou. En like. Hey, doei. Doei.